Hoe is de media? Ja. Ja, goed. Wil jij misschien een foto van ons maken? Tuurlijk, dan gaan we bij. Helemaal goed. Oké. Dankjewel, hè. Kom op. Thomas zo, schut, mols, wapenaar. Van alle gaaf, je kwam hier toch ook binnen? Of niet? Nee, je kwam echt binnen. Ja. Hier staat je de bus van de tijd van de schouder. Ja, dat is niet zo. Ik ga nu niet meer zitten, of niet eigenlijk. Is het een collega's? Hallo. Hi. Mag ik op dit team? Ja. Jouw zat er even welkom, man. Ja, hi. Hi. Hi, Bas. Hey. Dat is goed, jongen. Ja, goed, man. Met jou? Goed. Ja? Hij zit er binnen. Ja, natuurlijk. Eindelijk. Hè? Ja, dat is goed. Hè? Ja, dat is goed. Hallo. Dat is belangrijk. Hoi. 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 De test was goed, dus ja, je bent er klaar voor. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb er zin aan. Beginnen. Ja, ik had het wel direct toen ik hier net binnenkwam. En ik vind het mooi als je hier zo boven komt, dan zie ik direct dit. Ja. Nou, ik heb er wel zin om te spelen. Ja, toch? Ja. Wie moet trouwens allemaal een hand geven? Iedereen hier, denk ik. Is een beetje onpersoonlijk. Ja. Hoi. Bas. Hoi. Hoi. Naam. Hoi. Bas. Hallo. Etienne. Hoi. Jeff. Hoi. Weet je de naam? Dit zijn Jan. Dit zijn de zoon. Ja, die reed jou weer. Dit ben ik. Deze is Anne. Anne. Hoi Bas. Bas, hi. Hier moet het gebeuren, hè? En jouw drijf, zeg maar. Oh, ja, ik heb nog echt heel veel gezien. Dat weet ik wel. Maar jij weet ook wel. Die gaan verbaasd zijn. Toekomst en een mooi seizoen zou ik zeggen. Helemaal goed. Ja? Ja. Daarmee? Gaan we doen. Nogmaals dank. En je bent iedere wedstrijd welkom. Dankjewel. En jij ook bedankt voor het vertrouwen. Ja. Nee, de club dan. En ik ga mijn best doen om, dat stuur ik jou, om jullie blij te maken. Dus dat gaat vanaf nu beginnen. Zo is het. Gaaf zin aan. Ja. Wij zullen in ieder geval er vanuit onze kant alles aan doen om jou hier het gevoel van warmte te geven en te brengen waarnaar je op zoek bent. Fijn. En dan hebben we er alle vertrouwen in dat jij hier het verschil voor ons gaat maken. Dus, helemaal goed. Laten we snel tekenen. Ja, hè? Er mag lachen hoor. Wij stappen erop. Oké. Okay. En hier gaan we een foto van maken. Ja. Is goed? Ja.
mag ik de handtekening zetten en daarna nog een keer maken? Ja, ja, dat ga ik met ervaring mee. Dat is echt moeilijk. Ja, mag ik nog een keer nemen? Leuk man, leuk dat je er was. Mooi feestje. Ja, tot dan. Dat gaan we samen doen, hè? Ja. Allemaal. Hoe is het om hier te zijn? Heel goed. Ik ben heel blij. Wel lang over nagedacht over wat ik zou gaan doen. Dus ja, nu is het eindelijk duidelijk en kijk er heel erg naar uit om te beginnen. Ik heb zo ontzettend zin om goals te maken en dat met de fans te vieren en met mijn teamgenoten. En elke wedstrijd in te gaan om voor een goed resultaat te gaan. En dat was zo, dat is bij mij altijd zo sterk geweest. En op het moment dat ik dat verlies, stop ik er direct mee. Dat voelde ik heel erg. En ja, ik heb het idee dat ik dat bij Utrecht, bij de huidige selectie, dat wij in staat zijn om een heel goed seizoen te draaien. En ik wil gewoon in ieder geval ervoor zorgen dat Utrecht weer Europa ingaat. Naast de drie duels tegen FC Utrecht met je allemaal te scoren, dat gaan we even doortrekken aan de shirt van de FC, oké? Okay? Dat was mij niet bekend. Maar een mooie statistiek. Ja, het gaat wel niet. Dank je wel. Ja. Ja. Super. Dat wist ik echt niet. Nee. Nee, dat was, jullie wel. Nee, het was een kopbal uit een corner. Ja, maar die stonden nog op mijn netvlies, maar daar kom ik later nog achter. En hier was de laatste. Bij de tweede paal? Ja, hier was de laatste. Ja, had ik een masker op. Had ik een masker op, ja. Klopt. Ja. Ja. Ja, die ken ik nog. Toen was daar Heerenveen uitvak, dat wist ik. Exact. Ja, die. Dat was er nog een. Ja, zo'n kopbal. Nu had je aan de andere kant lopen dan, hè? Ja, heel gaaf. Ja. Was het oh, dat vind ik wel gaaf, ik dit nu precies trouwens. Ja, dat ben je al een keer geweest, het waren niet eens. Oh, mooi. Een nieuw matje nu. Best groot. Zo. Ja, toch? Ja, super. Ik zal je laten zien wat we gaan doen. We hebben het al proefgedraaid. Oh, je moest niet zo'n pak aan of zo? Ja, precies. Ja, dat hoorde ik. Het idee van het video is like a boss. Oké. Bos. Oké. Weet je wel, je snapt hem al. Ja, leuk bedacht. Dit is een beetje het idee. Van deze soort gaan we straks opnemen in de kleedkamer hier dus. Ja, leuk toch? Ja toch? Super. Je mag eerst omkleden denk ik. Ja, we moeten kijken of het past pas, hè, met die lange straat. Ja, ik ga het proberen. Bij Wolfsburg. Maar dat was niet jouw aankondiging, toch? Nee. Nee, precies. Nee. Nee, dat was omdat ik toen zo'n rap opnam met zo'n gozer. Oh, ja. Nou, die gozer die zei tegen mij, het enige wat jij hoeft te zeggen is Bas, we brauchen Bas. Dus toen stond ik met die gast daar een beetje zo. En ik zei al dat ik niet kon dansen. Ja. Dus ik stond daar en toen moest het enige was dat wat ik zong. Nou, die fans hebben het natuurlijk helemaal overgenomen en dat is zijn eigen leven gaan leiden. Nou, was op zich wel leuk, maar... Die heeft denk ik wel vaak voorbij. Ik wou net zeggen, ja. Nee, vandaag ook weer hoor. Natuurlijk, het was wel leuk. Ja. Die ademsappel voor jou. Je weet wel hoe je zo'n stropdas moet lopen. Snel hè? Ik had hem zo thuis afgedaan, ik denk. Loopt die stad blauw aan? Gelukkig goed op. Vind je niks te zeggen straks? Precies. Maakt niet uit. Wow. Kijk, zo dan. Ja. Oké, dan gaan we het eerste shot opnemen. Die is heel makkelijk. Eén ding wat je moet doen is gewoon omlaag kijken. Oké. That's it. Zeg maar, waar zijn we met Jen? Ik heb hem. Filmer. Hij loopt. Oké, dat doen we eventjes 10 seconden. En als ik hem aandoe, dan moet ik gewoon nog steeds naar beneden kijken? Yes. Ja, okay. Ja, het is maar heel kort in de video dit. Zeg maar als je kan. Ja, hij loopt. Yes. Dat doen we nog een keer. Die doen we even nog een keertje. Ja. Oké, even kijken hoor. Maak ook een behind the scenes. Ja, dat is nog niet eens zo makkelijk trouwens. Nee, dat geloof ik. Oké, hij blijft lopen de camera, dus je mag het een aantal keer doen tot je zelf ook tevreden bent. Yes. Oeh. Die was heel spannend, ja. Ja, maar... Nog één keertje doen. Nee, dat was hem niet. Ik ga hem nog een keer. Je mag ook eventueel ook gewoon dit doen, zeg maar, dat je hem zo bij je schouder goed doet. Op die laatste beker. Oké, ja, daar kom je nu mee. Oké. Nee, maar je mag hem dus inderdaad gewoon zo doen. Ja, oké, dan doe ik dat. Is goed. Yes, hij kan. Dit is zeg maar in de video het moment waarin de kijker recht in je gezicht krijgt.
Dus nu mag je even omlaag weer omhoog kijken. En dan mag je, ik tel hardop mee, want het geluid gebruiken we toch niet. Mag je 15 seconden recht in de camera kijken. Dit is hoe dan? Serieus? Of, ja, zeker. Ja. Je mag knippen. Ja, dat is wel goed. Maar zoiets? Kan je één keer omhoog kijken? Dan kun je even kijken of het shot er goed is. Ja, zeker. Prima? Ja, top. 100%. Oké, nou, dan loopt ie. 15, 14, 13, 12, 4, 3, 2, 1. Bam. Top. Je weet het, hè? Ja, hoe dan is dat? Yes. Ja, kom maar. Top. Wat vind je ervan? Ik vind het heel gaaf. Ja? Ja, ik vind het stadion echt heel gaaf. Top. Aan deze kant open straks. En de cameraman die gaat zich daar positioneren. Eigenlijk hetzelfde net. Het enige wat je gaat doen is gewoon hier omhoog lopen. Ja. Niet de camera aankijken. Nee. Die bestaat niet. Okay. Kom maar. Top. Ja? Ja. Hier. Dus dan doe ik hem zeg maar zo hier ook. Precies. Ja. Achterlangs. Ik doe wat bericht zo. Precisie werkt dit, toch? Ja. Zeker precies. Uiteindelijk loont het in de edit. Ja, dat geloof ik. Dan krijg je Jan er gewoon echt een goed gevoel van. Ja, zeker. Ja. Daar doe je het voor. Gedurfd shirt hoor dit. Ja, ik vind het wel heel vet, moet ik zeggen. Dat is toch gaaf. Ze mag nu hoef ik hem aan te komen lopen. Dan ga ik gewoon zo staan. Ja, precies. Alright. Nou, de kleuren komen hier voor. Dit hok ziet er ook altijd zo uit, deze kleur. Ja. Als je naar de dokter gaat. Ik doe het gemaakt. Oké. Jij mag voor mij op het kruisje staan. Ja. Zeg het maar. Ik ga eerst even kijken hoe het eruit ziet. Precies als ik hoop. We hebben namelijk wat jeukfoto's van jou gezien. Ja, dat kwam goed over. We willen heel veel zien dit jaar. Ja. Maar nu ook al. Ja, net over die 5 seconden na de bol. Nee, net voordat je weet dat je gaat scoren. Ja. En dan 3 seconden daarna. Dat is echt. Maar die 3 seconden die willen we nu ook. Die 3. Ja, okay. Kan dat? Okay, ja, dat is goed. Okay. Ja, dat is goed. Mag je ietsjes minder met je. Mag je een klein beetje in de hoek staan? En dan iets meer. Zee staat iets. Oh ja, en dan? En dan omkijken. Dus ik ga gewoon staan en ik doe gewoon ja, zoiets. Dat mag oké. 3, 2, 1. Ja! Ik weet niet of het genoeg emotie was, maar... We hebben even onze design goed kunnen geven. Ja, dat is wel harder, hoor. Geurig. Ja, dit is het. Ja, die schilt er dan mee. Keihard schilderig. Voel je vrij. Nog een keer. Ja! Hier hebben we het, gaan we naar het. Dit is het laatste. Oh, echt allerlaatste. Dan gaan we ook nog even bij jou doen, omdat ook. Oké. Ga je nog eentje meenemen? Ga je meenemen in de show? Nog een keer juichen. Ja! Dit is goed, Bas. Ja, nog een keer. Ja! Je hebt een goede juichgolf. We doen het nog één keer met één. Had ik al eerder gezien? Maar de juich ook echt zo altijd. Nee. Wel met je mond open. Nee, dat plek je niet. Weet je ik plek, heb dat nooit gepland. Doe je geen dansje? Nee. Ja! Maar voor zo'n foto is dit denk ik het leukste. Ja.